Meneer Eurlings, uw eerste spelen als IOC-lid. Hoe bevalt het? Het is fantastisch. Het is hier in het verre Rusland. Één groot Nederlands volksfeest. Echt een volksfeest waar de koning staat te juichen tussen allemaal andere toeschouwers. Waar Irene Wust, haar gouden plakje gisteravond tussen de mensen komt vieren. in Holland Heinekenhuis. En ze zei me dagen geleden al: dit is het moment, samen met de fans, samen met de mensen. Dit is echt Nederland op zijn sterkst. En ik hoor van alle kanten dat heel Nederland meeleeft. Dat de straten leeg zijn op het moment dat er geschaad wordt. Ik had de broer en de neef van Irene gisteravond aan de lijn. De hele familie die thuis is gebleven, dat gedeelte had ook voor de televisie staan juichen. Het is fantastisch. Ik heb begrepen dat u vannacht belangrijke post kreeg van het IOC. <laughs> ja, ik We heb wel een feestje gevierd met Irene en daarna nog met een aantal fans. En toen ik vannacht terugkwam op mijn kamer, toen lag er een mooie envelop. Ik heb hem toch nog maar even opengemaakt en daarin stond de definitieve bevestiging. Dat ik de gouden plak aan Irene mag gaan uitreiken. En dat vind ik een hele grote eer. Met name omdat het Irene echt een absolute topvrouw is. Niet alleen qua sportster, maar ik ken haar al jarenlang. Ik vind haar een voorbeeld voor zoveel, ook qua mentaliteit. Zij bijt zich door teleurstellingen heen, is positief, gaat ervoor, wint. Ik vind het een fantastisch voorbeeld voor heel veel Nederlanders, mijzelf inclus. En dit zal misschien niet de eerste medaille zijn die u uitreikt aan ik mag hopen dat er nog heel veel gaat volgen. Want ja, zo'n start is echt een droomstart van deze Spelen. Dit is echt het allerbeste scenario. Nou, vandaag hebben we de 500 meter voor de mannen. Wie weet wat gaat gebeuren. De stemming zit erin. Maurits Hendricks, de leider van het Nederlands team. De chef de mission, zoals met een duur woord gezegd wordt. Die zei, nou echt de geest is uit de fles. Vanaf nu kan het alleen nog maar goed gaan. Want mensen die, die zeggen gewoon van, hé, hey, het loopt. Knallen, vol erin. Is het beste scenario voor het begin van deze Spelen.